zijn nu op de Prosper-Hedwigedijk. Deze dijk wordt afgegraven volgend jaar omdat hier achter een groot getijdennatuurgebied komt. En de omstandigheden geven ons de kans om deze locatie als een living lab te gebruiken, waardoor we grootschalige unieke innovaties kunnen testen en onderzoeken kunnen doen, zodat we waterveiligheid naar een hoger plan brengen. We testen hier dus de sterkte van de dijk door middel van een overloopproef. Dus dan laten we heel veel water over de dijk lopen en op sommige plekken gaat het 30 uur lang goed, is er geen schade. En op andere plekken is het na anderhalf uur is het gewoon kaboom gebeurd, dan vallen de grote gaten in. Onze innovaties is dat we nu van tevoren willen voorspellen en in de gaten krijgen waarom die schades ontstaan en wat de reden daarvan is. Er komen hier 20, 30 man bij wijze van spreken en die lopen dan echt als een muurtje lopen ze over die dijk. En dan inspecteren ze, noteren ze schadebeelden en op die manier weet je precies hoe de dijk is en waar het dan link is. Focussen ook op crisisbeheersing, want juist de collegiale uitwisselingen tussen militairen, Rijkswaterstaat, waterschappen, maar ook met burgers in vrijwillige burgerwachten, om verder de professionalisering van hoe ga je om als er hoog water is. Het hoogwater van afgelopen zomer gaf ons de kwetsbaarheid van het systeem aan. En daarom is wat we hier doen heel belangrijk, niet alleen voor hier, maar juist voor iedereen in Nederland. Wij vinden het heel belangrijk dat ook de nieuwe generatie betrokken is bij onze experimenten. En hier zie je studenten van de TU Delft en van de Hogeschool Zeeland die bezig zijn om met innovatieve technieken gangen van dierlijke graverijen op te sporen. En straks met rookbommen willen we dan ook kijken hoe ze met elkaar verbonden zijn. Er zit zoveel bevlogenheid en zoveel enthousiasme. Ja, weet je, en je helpt gewoon Nederland een stap verder klimaatbestendig te maken. En het bespaart de samenleving straks bakken met geld als we beter weten hoe ons systeem is. Een soort hobby voor volwassenen is dit eigenlijk. En dan nog serieus, het heeft nog een doel ook, weet je wel. Dat vind ik nou geweldig eraan.